gedaan. En ik heb nog niet het hele jaar volgemaakt. We zitten nu, op het moment dat ik het opneem, in augustus, bijna september. Ja, ik heb hem dit jaar al 7 keer gedaan. Dan heb ik nog niet eens de verjaarskorting van mijn zusje meegerekend. Want daar gaan we ook waarschijnlijk nog van de Efteling. En de kerstvakantie hebben we ook nog niet eens meegerekend. Dus waarschijnlijk wordt het 9 of 10 keer dit jaar. En dan gaan we volgend jaar weer opnieuw tellen. Maar echt wel vaak. Maar ik vind het ook wel een mooie attractie. Maar op een gegeven moment heb je Fata Morgana wel. Nou ja, je ziet wel steeds nieuwe dingen met Dark Rides. Dat is wel zo. Maar ik vind de muziek gewoon een beetje saai worden op een gegeven moment. Maar goed, dat was de video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze video leuk vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Laat eventjes jullie top 10 weten. Of jullie top 3 of jullie top 5. Of laat weten of jullie helemaal wat jullie lievelings pretpark is. Want als je niet van de Efteling houdt, dan hoef je ook geen top 3 of top 5 of top 10 te droppen. Laat weten wat wel jullie favoriete pretpark is. En wat jullie lievelingsattractie is dan. Laat het maar weten. Maar laat ook even weten bijvoorbeeld dat jullie wel eens een weekend naar een pretpark zijn geweest. Laat me weten, vind ik leuk. Tot de volgende video. Doei!